pluimvee verwerken en verpakken, lopen ver achter op de Nederlandse, zei hij ook nog. Ze zijn niet zo modern, nemen het veel minder nauw met de hygiëneregels. Ja, en dit was een kwartiertje geleden in Den Haag. Een bijzonder concert vanwege het 50-jarige bestaan van het Prinses Christina Concours. Een wedstrijd voor muzikale talenten. De prinses zelf over het jubileum. Ik ben wel heel erg trots op het feit dat mijn naam verbonden is aan dit concours. En wat er door dit concours, via dit concours, wordt gepresteerd door jongelui. Dus ja, ik kan niet zeggen dat ik me persoonlijk jarig voel, maar ik ben uitermate trots op de prestaties van de kinderen. En die kinderen zijn ook na hun winst in het concours actief om andere kinderen enthousiast te krijgen voor klassieke muziek. Gewoon voor de deur van de school. Muziekles in een oplegger. Hallo allemaal, welkom bij de Classic Express. Wat leuk dat jullie er zijn. Kom erin. Het is een initiatief van het Prinses Christina Concours. Het doel, klassieke muziek van hoog niveau naar scholen brengen. Je hebt hier de akoestiek van wel de kleine zaal van het concertgebouw als zelfs een hele kerk. Het gaat vooral om beleven. We willen gewoon dat ze beleven dat muziek iets heel tofs is. En dat klassieke muziek niet alleen voor grijze duiven is. Niet alleen als je heel suf bent, maar ook gewoon heel tof en heel cool kan zijn. Al 100.000 kinderen zijn de afgelopen 10 jaar in de mobiele concertzaal geweest. 300 concerten per jaar, gegeven door oud-winnaars van het concours. Ik hoop dat ze om te beginnen een prachtig drie kwartier hebben beleefd, maar dat ze daarna een inspiratie krijgen om zelf muzikantjes te worden op wat voor soort dan ook. Wat vonden jullie daarvan? Ik ben heel erg benieuwd. Ik dacht eerst, nee, dit gaat echt de slechtste combinatie ooit worden. Maar toen ik het hoorde, vond ik het wel heel mooi. Ja, normaal hou ik niet zo van de klassieke muziek, maar dit vond ik wel heel erg mooi. Welk instrument vond je het mooiste? De trombone. Nou, u zag de prinses al even. Veel meer van haar kunt u zien en horen op onze site of de app natuurlijk. Boeren produceren niet alleen melk, vlees en groenten, maar ook steeds vaker elektriciteit. Ze doen al heel veel aan windmolens.